We staan voor uitdagende tijden. Dat vraagt om ingrijpende structurele maatregelen, bijvoorbeeld in zaken zorg, wonen en personeelsinzet. Maar daartegenover staat een sociale zekerheid die haar inkomsten afgebrokkeld ziet. Er zullen dus keuzes moeten gemaakt worden, de juiste keuzes, die rekening houden met de senioren en met vooral de zorgbehoevende ouderen. Daarvoor heeft Okra voorstellen uitgewerkt en vastgelegd in het memorandum voor de verkiezingen van 9 juni. Okra legde het memorandum voor aan zes politici van verschillende partijen. Zij gingen in debat voor een volle zaal met belangenbehartigers. Het werd een bij pittig gesprek dat de verschillen tussen de partijen duidelijk maakte. Met voorzitter Herman Vonk van de cel Belangenbehartiging keken we terug op de discussie. We hebben de afgelopen tijd binnen Okra hard gewerkt aan dat memorandum. Daar is op gestudeerd. Daar zijn werkgroepen geweest, nationaal, in de provincies. Er zijn amendementen gemaakt. We hebben daarover vergaderd met het team Belangenbehartiging. We hebben kleine knoopjes moeten doorhakken, grote knoopjes moeten doorhakken. En uiteindelijk hebben we dan ons memorandum gemaakt. Het gaat over heel veel dingen. Het gaat over... Wonen, het gaat over mobiliteit, over fiscaliteit, uh, over uiteraard over gezondheidszorg uh, en welzijn, over digitalisering, over de financiering van uh, de zorg en, en nog uh, een pak andere dingen. Dus het is, een, het is toch een, een misschien niet zo lijvig de, uh, document. Maar alles uh, staat erin en het zijn natuurlijk zaken die waar we elke dag mee te maken hebben. Niet alleen de vergrijzing, maar ook hoe we dat gaan blijven betalen, wat het klimaat uh, ons allemaal, uh, welke richting het klimaat ons uitstuurt. En we zijn blij, want zo'n memorandum, dat maken we niet voor onszelf. Dat we maken we vooral voor de politiek, om een antwoord te krijgen. Het zijn eigenlijk allemaal onze vragen daarvoor, die we ook aan de politici richten. Ik stel ze even aan u voor. Ze zitten niet in willekeurige volgorde, maar volgens uh, de letter van het alfabet uh, van de voornaam. En vandaar dat Hannes Anaf de eer krijgt om uh, op de eerste plaats te zitten als Vlaams parlementslid namens uh, Vooruit. Uh, vandaar dat uh, Jeremy van Eekhout als Vlaams parlementslid en co-voorzitter van Groen de tweede plaats kreeg. In van links naar rechts uh, bekeken dan toch. Dat Liese van de Kastelen, die in het Vlaams Parlement zetelt voor de PvdA, de, de derde plaats bezet. Sami Mehdi, uh, voorzitter van CD&V op 4. Op 5. Stefan Cornelis is kabinetchef van uh, Brussel, minister van Financiën en Begroting. Sven Gats. En tot slot veel Gerings, die in het Vlaams Parlement zit voor N-VA. Het memorandum werd een handboek voor het ouderenbeleid genoemd. We hebben een goede achtergrondnota met uh, heel hard gediscuteerd, met een grote inbreng vanuit onze provincie en vanuit onze vrijwilligers. Maar zo'n memorandum maken we niet voor onszelf. We maken dat vooral voor de politici. Want het zijn zij die moeten realiseren wat wij vragen. Bij het begin van het debat leek dat ook wel, want de partijen hadden het zeer moeilijk om één punt te vinden in het memorandum waar ze niet mee akkoord gingen. Ja, dat was inderdaad vrij grappig dat bijna ja, elk van die partijen zei. Ja, we zijn het daar in grote lijnen mee eens. En we hebben moeite moeten doen om een punt te vinden waar we het niet mee eens zijn. Eentje zei, ik heb er mijn studiedienst op laten werken om een punt te zoeken waar we het niet mee eens zijn. Ja, en dan waren het toch eigenlijk eerder wat over een paar detaillijnen. Dat bleek wel niet wanneer we verder dan ingingen in het debat en concrete vragen werden voorgesteld. Dan zat er toch wel wat meer verschil op. Maar algemeen denk ik dat dit memorandum een heel goed onthaal krijgt bij de partijen. Dat belooft voor de regeringsvorming. Ja, als woorden ook omgezet worden in daden ziet dat er schitterend uit voor Okra. Het was voor ons in elk geval een goede manier om ons memorandum, waar zo hard aan gewerkt is door heel veel vrijwilligers, om dat bij die partijen kenbaar te maken. Nu hebben alle voorzitters dat gelezen, hebben ze dat erop gestudeerd, hebben ze dat moeten voorbereiden. Dus daar zijn we toch wel heel tevreden over dat we dat memorandum bij de politiek hebben gebracht en de politici dat hebben gelezen. Toch was er soms dan nog discussie over de verplichting van een ouderenraad op te richten. Inderdaad, dat verbaasde ons wat. Uh, ons leek dat nogal evident uh, dat in elke gemeente er een ouderenraad hoort te zijn. En dan niet een oudere raad die feestjes inricht, maar een oudere raad die advies geeft. Feestjes mag ook, maar vooral advies geeft over het beleid en daar zijn inbrenging kan doen. En dan merkten we hier in dit debat dat zowel Open VLD als de NVA daartegen waren. Die willen geen verplichting voor een oudere raad. Jeugdraden zijn verplicht, maar oudere raden, nee, dat vonden ze een stap te ver gaan. Dat moet zachtjes gestimuleerd worden en mag niet verplicht worden. Aan de 15% van de gemeenten die geen ouderenraad hebben. Een ander punt waar oneenigheid over was, was bij het, de huisvesting, bij het wonen, waar er een pleidooi is om alle woningen zo ruim mogelijk toegankelijk te maken. En ook dat vond niet de instemming van iedereen, dat model. Ja, dat was ook vreemd. Uh, en onze zorg ligt nogthans voor de hand. Uh, als er sociale huisvesting of woningen worden gebouwd. Maak je die best van bij het begin geschikt voor mensen die later zorgen kunnen krijgen. Je zorgt voor deuren die breed genoeg zijn om een rolwagen door te laten. Je vermijdt rappen. Je zorgt voor inloopdouches, Dat soort dingen meer, zodat ouderen die zorg nodig hebben ook in hun woning kunnen blijven. Vreemd genoeg was het de N-VA die dat absoluut niet zag zitten. Die zei dat schaadt aan de vrijheid van een ontwerper, dat kan niet elk van de andere partijen die aanwezig waren die onderschreven dat idee dat er zo'n normen zo'n universeel ontwerp dat dat best kan opgelegd worden. Meer discussie was er over de financiën, want elke keuze die je maakt, elk voorstel dat je wil realiseren moet betaald worden. En we weten de middelen zijn beperkt. We moeten dus keuzes maken en de vraag is dan welke keuzes en daar doe ik ook wel de schrik op om door te pakken. Inderdaad ja, en we vinden nogthans dat er meer middelen zullen nodig zijn ook voor de ouderenzorg. Er komen heel veel meer ouderen in de toekomst en daar of je nu draait of keert, als je die kwaliteit van die ouderenzorg wil verbeteren, zal daar veel meer geld voor nodig zijn. En daarom hebben we in ons memorandum ook gevraagd dat er meer inspanningen zouden zijn van hoge inkomens, maar ook van vermogens, omdat dat wat tekort komt. Anders zitten altijd weer de, gemiddelde, de mensen met een gemiddeld inkomen die meer moeten betalen. En dan merken we toch ook hier dat daar nogal wat uh, weerstand tegen was. We hoorden de Open VLD en de NVA ook weer uitleggen dat zij het niet zagen zitten, dat de premies voor de zorgverzekering, dat die voortaan in functie van inkomen en vermogen zouden worden behandeld. Dat werd van de hand gewezen. Of, en zeker als het dan ging over vermogensbelasting, dan kregen we het ook weer aan de stok, of kreeg Open VLD het aan de stok met, samen met NVA tegen de andere partijen, die het daar wel voor hadden. Daar is inderdaad, wanneer het gaat over financiën en fiscaliteit, daar zit nogal wat discussie op en toch wel wat meningsverschillen met die partijen. Waar ook voor gewaarschuwd werd, was de pensioenval. Ja, dat is wat ons met OCRA toch ook wel bijzonder intrigeert, of die opmerking. Wij vonden het al vreemd dat bij die fiscale hervorming werd een uh, lastenverlaging vooruitgesteld voor iedereen die werkt, omdat werken meer moet lonen. En men wil op die manier zorgen dat vooral werklozen en zieken sneller aan het werk gaan, werken moet meer opbrengen. Maar in diezelfde plannen. Was dat ook telkens het geval voor gepensioneerden? Die bleven buiten die fiscale hervorming. Meer nog, die fiscale hervorming werd voor hen weer teniet gedaan met andere maatregelen. En als we dat dan hier voorlegden, ja, dan hoorden we alweer vanuit de kant van NVA pleiten, ja, maar uh, ook bij de gepensioneerden moet werken, meer lonen. Men wees dan op de pensioenval, dat in een aantal gevallen gepensioneerden die gaan werken. Dat die daar financieel te weinig van overhouden. En dus werd hier gepleit, een beetje tot onze verbazing, dat men het werken bij gepensioneerden moet bevorderen en misschien de belastingsinspanningen op die groep moet richten: op werkende gepensioneerden, en niet op de grote groep van gepensioneerden. Toch wel een vreemde kronkel. Anderen pleiten dan echt voor het activeren van meer mensen, om op die manier meer middelen binnen te krijgen. Maar activeren. We zitten met 500.000 mensen die door ziekte of door uitval niet kunnen werken. Daar is toch nog veel werk voor de boeg. Ja, en dat is ook heel verontrustend. Hè? Men heeft het dan over gelijkstellingen voor het pensioen: dat mensen die tijdens hun loopbaan werkloos zijn geweest, of langdurig ziek of een arbeidsongeval hebben gehad en lange tijd niet hebben kunnen werken. Ja, dat men daar bezwaar mee maakt om die jaren van onvrijwillig inactief zijn, om die te laten meetellen voor het pensioen. Met Okra hebben we daar een klaar standpunt over. Je moet mensen na hun pensioen niet straffen omdat ze ziek zijn geweest of omdat ze een arbeidsongeval hebben gehad, om niet aan het werk zijn gegaan. Dat moet je tijdens de loopbaan doen. Je moet daar de onechte gevallen van tussenhalen. Dat schrijven wij ook. Maar na het pensioen nog morrelen aan die vrijstellingen. Mensen een lager pensioen geven omdat ze... Ziek zijn geweest, een kanker hebben opgelopen, een arbeidsongeval hebben gehad. Ja, dat vinden wij helemaal niet kunnen. En toch zat dat al wat in een aantal maatregelen van de voorbije regering. Dat men sleutelt aan die vrijstellingen, dat beperkt, dat die aantal jaren dat men niet heeft gewerkt, dat die niet kunnen meetellen voor het pensioen, ook niet voor een bepaald minimumbedrag. Dat is toch wel wat verontrustend wat we hier hoorden. Ook mobiliteit was een belangrijk onderwerp. De positieve insteek was dat elk nieuw project eigenlijk een ouderen- en kinderentoets zou moeten ondergaan om te zien van, wat brengt dit bij? Anderzijds, die vele klachten over de lijn en de NMBS, daar hoorde ik niet direct een stap naar een oplossing. Nee, dat hebben we hier inderdaad ook niet gehoord. Uh, Integendeel, je kreeg wat de verontschuldigingen dat er uh, bij de NMBS... Al de voorbije jaren door de andere regeringen is op bespaard en dat men dat niet in één legislatuur heeft kunnen oplossen en dat dat ook met de huidige groene minister voor mobiliteit op federaal niveau niet is opgelost. Anderen wezen erop ja, dat het de besparingen die bij de lijn zijn doorgevoerd, dat die voor heel wat ouderen tot problemen leiden. En of je het nu draait of keert, ja, je zal de lijn meer middelen moeten geven, anders lukt het nooit om ouderen uit vervoersarmoede te krijgen. Mensen die in afgelegen wijken wonen of in dorpen waar geen busverbindingen meer heeft, die komen hun god niet meer uit. Die hebben geen mogelijkheid meer om wekelijks naar de markt te gaan of dat soort uitstapjes te maken. Gewoon omdat er geen bus meer is. En daar kon het hier toch wel iets duidelijker zijn. Dan merkt hij ook wel wat dat de partijen die in de regering zitten hun ministers wat afschermen tegen de kritiek en iets minder vrij uitpraten over wat ze wel willen verbeteren. Dat werd... In de loop van het debat wel duidelijk. De oppositie was ruim met uh, alle voorstellen, met kritieken. En de meerderheidspartijen zaten wat gevrongen op hun stoel op sommige momenten. Ja, dat was kon... woede van zelfs een, een partijvoorzitter. Ja, die dan inderdaad anderen soms van demagogie beschuldigde of van veel te gemakkelijke oplossingen. Het is natuurlijk ook zo dat wanneer je hier vooruit hebt en Groen en de P van de A die alleen maar in de oppositie zitten op Vlaams niveau, veel gemakkelijker zitten om kritiek te geven op het Vlaams welzijnsbeleid. Daar zitten ze niet in de regering. Maar komen er dan vragen over federale materies, ja, dan zitten zij wat meer in de moeilijkheden. Moeten zij dat ook gaan? Uh, dat merkte je bijvoorbeeld heel duidelijk wanneer de discussie in de richting van de NMBS ja. ging. Dan werd dat afgeschermd. Maar als het gaat over de lijn, dan kan de oppositie in Vlaanderen vrij uitspreken en daartegen aangaan. Over zorg. Op zorg mag geen winst gemaakt worden. Als algemeen principe hoorde ik niet veel tegenstand. Alleen werd het dan gedraaid naar wat is zorg? Hebben we die winst ook niet nodig om te investeren in zorg? Maar het, de kritiek van Okra, denk ik, gaat niet daarover. Nee, in tegendeel. Want we hebben met OKRA ook kunnen overleggen recent nog. Wij vinden dat ook een non-profit instelling, een niet-winstgevende instelling best 1 à 2 procent winst mag maken in de uitbating van een woonzorgcentrum. Wel te verstaan. Winst om hen toe te laten om na twintig jaar een nieuw bouw te zetten of om renovaties door te, door te voeren. Voor ons mag die winst, die batige uitbating, dat moet kunnen om ze toe te laten om nieuwe gebouwen te zetten, om opnieuw te investeren in de zorg. Maar waar we het heel moeilijk mee hebben, is dat er nu ook winst wordt gemaakt door commerciële groepen. We hebben in Vlaanderen bijna één op drie commerciële woonzorgcentra. Daar zijn een drietal multinationals. Die daar een grote aandeel in hebben, in die groep. Ja, en die doen dat niet uit uh, idealisme een woonzorgcentrum uitbaten. Die willen winst voor hun aandeelhouders. En dat gebeurt ook. En daar hebben we het lastig mee. Held voor zorg dient niet om naar aandeelhouders te gaan. Dat moet in de zorg blijven. En dat is een standpunt dat we hier toch niet in alle duidelijkheid hoorden. Er werd gefilmineerd over zorg en over dat je geen winst maakt op zorg. Maar er werd evengoed verdedigd dat commerciële woongroepen, moeten de mogelijkheid moeten kunnen hebben om woongelegenheden aan te bieden en dat die best in prijs wat hoger mogen oplopen en dat daar winst mag worden gemaakt, dat hebben we hier ook gehoord van sommigen. De digitalisering is eigenlijk een, een blijvend pijnpunt voor een grote groep zwakkeren, ouderen en dus ook voor OcrA. De stelling dat elke openbare dienstverlening toch nog een stukje moet blijven, mogelijk blijven niet digitaal. Ook dat was geen algemeen aanvaard standpunt. Inderdaad, daar hebben we hier ook de weerstand over gehoord, met name Open VLD, vond dat het moet kunnen dat een overheid enkel nog digitale dienstverlening aanbiedt. En men gaat er dan aan voorbij dat 1 op drie van de 75 plussers geen smartphone heeft. Dat die ook thuis geen internetverbinding hebben en dat je eigenlijk die mensen dan uitsluit van die dienstverlening. En het verhaaltje: zo moeten dat dan maar bij hun kinderen vragen of bij vrienden of familie, ja, dat gaat er voor ons niet in. Wij vinden dat voor elke digitale vorm van dienstverlening van een overheid, er ook een mogelijkheid moet zijn om je dingen van mens tot mens te kunnen regelen. Zoals er ook overal nog mogelijkheid moet zijn om cash te betalen. Inderdaad. En zoals, zoals je ook moet kunnen een treinticket kunnen kopen door aan het loket aan te schuiven en het daar te betalen. En dat je niet alleen met een smartphone terecht moet kunnen, of dat hier op sommige dagen niemand meer aanwezig is in een groot station. Dat kan voor ons niet. Die niet-digitale dienstverlening die moet er zijn en zonder een meerprijs voor de mensen. Dat is openbare dienstverlening. Die moet er zijn voor iedereen. Eigenlijk vraagt ook, aan, ook aan dat ook van de banken. Inderdaad, dat geldt even goed voor de banken, daarom dat we ook zo'n punt maken van het verdwijnen van bankautomaten, want dat geeft ouderen de mogelijkheid om nog aan cashgeld te geraken, zodat ze zonder afhankelijk te zijn van een machine van een smartphone of van elektronische verrichtingen zelf hun eigen middelen kunnen beheren. Dat is een kwestie van respect. Je geeft toch je financiële autonomie niet op omdat de banken voor het beheer van je eigen geld het onmogelijk maken om dat nog zelf te begeren met papier of door iets te vragen aan het loket. En we vinden dat bijvoorbeeld ook wanneer het gaat over statiegeld. Daar wil men nu overstappen naar een systeem waarbij ouderen en jongeren met een smartphone een verpakking moeten scannen vooraleer ze die in een vuilbak gooien. Ja, wat doe je dan weer met die 75-plussers zonder smartphone of zonder internetverbinding? Het kan niet dat je zegt van die groep: ja, die moeten dat maar regelen met iemand anders, of met familie, of met hun kinderen, of met vrienden. Ja, die mensen nemen deel aan de samenleving. Dat zijn volwaardige burgers. Er moet ook met hen rekening gehouden worden. Conclusie: het debat kwam een beetje traag op gang, maar werd naar het midden en het einde toe toch nog best pittig. Ja, inderdaad, we hebben wel wat geleerd over wat verschillen tussen de partijen. Waar het begon met te zeggen dat iedereen het zich wel kon terugvinden in het okra-memorandum, bleek toch, als je wat doorging op een aantal van die punten, er toch een aantal heel merkwaardige verschillen. En we gaan niet nalaten om daar rugbaarheid aan te geven. En die ook in het okra magazine ter kennis te brengen van alle Okra-leden. Opvallend was uw uitleg dat het Vlaams belang niet welkom was. Dat klopt. Uh, we hebben dat ook uitgelegd aan de mensen in de zaal. Uh, we zijn met Okra geen neutrale organisatie. Wij hebben waarden en dat gaat onder meer over solidariteit, respect. Iedereen telt bij ons mee. Wij willen uh, mensen met elkaar verbinden en we willen helemaal niet uitsluiten. En we waren wat bevreesd ook als we hier het Vlaams belang bijhaalden, dat we dan al snel geen debat over ons memorandum zouden krijgen, maar vaak over het is allemaal de schuld van de migranten, van de asielzoekers, of van de Brusselaars, of van de Franstaligen. En we hadden graag dat het debat niet daarover ging, maar over ons memorandum. En daarom hebben we ook die keuze gemaakt. We zijn nu eenmaal deel van de christelijke arbeidersbeweging. We hebben onze waarden en normen en we wouden echt geen forum geven aan... ...waarden aan uitspraken die helemaal ingaan tegen de missie van Okra. En dan kan je nu beginnen aan het memorandum voor de gemeenteraadsverkiezingen. <laughs> Inderdaad, dat is dan de volgende stap. Uh, daar denken we aan uh, te werken met een checklist om ook daar op gemeentelijk vlak de politici niet gerust te laten. We willen dat ook daar op het gemeentelijk beleid de stem van de ouderen weer klinkt en niet alleen wanneer het gaat over ontspanning of over socioculturele activiteiten maar ook op terreinen van welzijn, sociale huisvesting, financieel beleid, mantelzorg, dat soort van dingen meer. Herman Vonk, hartelijk dank. Dank u wel.